Bereid je voor op grote emoties in de voetbalwereld. Want Feyenoord is op zoek naar nieuwe aanwinsten. Terwijl ze proberen onze getalenteerde spelers vast te houden. Die interesse hebben gewekt bij clubs over de hele wereld. En wil je op de hoogte blijven. Van alles wat er gebeurt in Feyenoord. Meld je dan nu aan. Om altijd op de hoogte te blijven. Van Feyenoord. Laten we naar het nieuws gaan. Op deze reis vol onzekerheden. Hebben we een echte topper. Die op het punt staat. Een spannend avontuur aan te gaan. Ik heb het over de onverschrokken. David Hanko. Een getalenteerde 25-jarige speler die de afgelopen seizoenen opviel. Hanko wekte de interesse van het machtige Newcastle, een club die de vierde plaats in de Premier League bezet. De Engelsen zijn op zoek naar een linkshandig talent om hun verdediging te versterken en Hanko is precies de speler die ze zoeken. Newcastle is al begonnen met overleg in Rotterdam en is vastbesloten om onderhandelingen te starten. Daarnaast is het vermeldenswaard dat Feyenoord en Newcastle United een mysterieuze samenwerking hebben die achter de schermen tot speculatie heeft geleid. Hoewel er nog niets officieel is aangekondigd, versterkt de recente tijdelijke ondertekening van Jenkuba Minte door Rotterdam de warme banden tussen de clubs, waardoor er geen voorafgaande evaluatie meer nodig is. Hoewel de onderhandelingen zich nog in de beginfase bevinden, beweren betrouwbare bronnen dat Newcastle al contact heeft opgenomen met Feyenoord om hun onmiskenbare interesse in Hanko kenbaar te maken. De Engelse club is meer dan bereid om financieel te investeren om de talentvolle Slovaakse verdediger, die bij Feyenoord een contract heeft tot het einde van volgend seizoen, veilig te stellen. De mogelijke verhuizing van David Hanko naar Newcastle United zou een belangrijke mijlpaal zijn in de zoektocht van de club om zijn verdediging te versterken. Maak je klaar om getuige te zijn van een verhaal vol wendingen waarin Feyenoord worstelt om hun sterren vast te houden en Newcastle hun verdediging wil versterken met de ondertekening van de getalenteerde Hanko. Het lot van die speler staat op het spel en de emoties lopen hoog op in de voetbalwereld. Blijf op de hoogte en mis geen enkel shot van dit zich ontwikkelende verhaal. Dus, Feyenoord fans, wat vinden jullie van deze mogelijke stap? Laat je reactie achter en laten we gaan.